Een hele goede middag. Goedemiddag. Haas van Gangelen. Nou, meneer van Gangelen, wat heeft u voor ons? Ik heb hier een enorme lijst met nieuwe uitvindingen waar ik patent op aan wil vragen. Een hele lijst, doe maar. Gaat uw gang. Zal ik gewoon maar beginnen met voorlezen? Begint u maar gewoon met voorlezen. Ik dacht, een fiets met een motor zodat die harder gaat. Een brommer. Twee fietsen aan elkaar gelast met een motor en een dak, zodat je droog zit. Dat is een auto. Pardon? Dat is een auto, niet waar? Een schaap dat je kan aantrekken, zodat je warmte krijgt van de haren, zeg maar, als een soort... Een wollen vest, jas, trui. Meneer van Gangelen, luister. Een muur van glas. Daar dwars doorheen kan kijken. Handig bij winkels bijvoorbeeld, dat mensen langslopen en denken, hé! Hé, een etalageruit. Een kast met een koelsysteem erin. Koelkast. Plastic vliesjes voor de ogen. Contactlenzen. Een winkel waar alles in dozen staat. De Aldi. Macaroni. Een kaars. Glaswol. Meneer van Gangelen. Een nummer. Mm-hmm. Onder de 10. 6. Ja. Wat was het? Ja. Meneer van Gangelen, het is heel jammer allemaal. Maar alles wat u heeft bedacht bestaat al. Kom dan met iets nieuws, iets vooruitstrevends. Een boek met lichtgevende letters, waardoor je het ook in het donker kan lezen. Zoiets. Nou, dan wil ik daar wel patent op aanvragen. Pardon? Op dat boek. Met lichtgevende letters, zodat je 's nachts gewoon kan lezen. Het lichtboek. Het is fantastisch. Een lichtboek. Van Gangelen was het, hè? Inderdaad, Van Gangelen. Chapeau. Van Gangelen. Fifi? Liedje, hè? Hé, hey, het is niet wat je denkt. Nee, dit was inderdaad niet wat ik dacht. Nee, doe jij het lichte vuist, Naatje? Ja. Meneer Nabauer, het ziet er allemaal niet zo goed uit. Ik geef u hooguit nog een maand. Meneer Nabauer, het ziet er allemaal niet zo goed uit. Ik geef u hooguit nog een maand. Zegt iemand, waarop dat blondje zegt. Oeh, ik dacht dat ik het moet doorslaan. Heel goed, hoor. Er komt een oud vrouwtje bij de dokter. Ja. En ze had al heel lang last van hoofdpijn, maar hele heftige hoofdpijn. Ze kon er bijna niet van slapen en had alles al geprobeerd. Pilletjes, van alles, zoals kruiden, dingetjes had ze geprobeerd, maar het werkt allemaal niet. Dus zij naar de dokter en ze liep met zijn rollator. Ze liep heel lastig, iets aan de heup of zoiets. En ze liep bij die dokter binnen en ze zegt, dokter, zo'n last van hoofdpijn. Ik weet niet wat het is, waar het vandaan komt. Moet je mij helpen? Nou, zegt die dokter, kleed zich maar uit. Ja, waarop dat vrouwtje zegt, ja, maar dokter, het zit in mijn hoofd. Ik hoef het toch niet helemaal uit te nemen. Maar dat zijn lijnen die doorlopen en dat kan overal zitten. Precies. Ja. Dus, nou ja, dat vrouwtje natuurlijk schaamt zich voor de lijf. Die vrouw is 80. Maar goed, zij in dat hokje met die rollator, kleed zich uit. Poedeltje na komt ze met die rollator in die kamer weer in. En de dokter zegt, ik zie het al. Ze pakt een brief open en loopt naar de toe. Steekt zo, bam! Steekt de zoon naar hart. Waarop die dokter zegt? Ja, niks. Nee, maar die man was al heel lang in de war. Die heeft dat ook verkeerde recepten gegeven aan mensen. En die het ging ook niet goed met zijn vrouw. De vrouw was bij hem weggegaan en hij heeft een zoontje. En die was half autistisch. Ja, zoveel problemen hadden die al gehad.
En dat moest een keer fout gaan natuurlijk. Hij heeft 12 jaar gekregen. Dat is toch erg? Moet je nog wat drinken? We zin in een barcootje. Maar terwijl de rest van Nederland al bijna bevrijd was, lieten de bevrijders hier in Apeldoorn nog even op zich wachten. Maar gelukkig waren er twee jonge Romans, Frans Streekmater en Gerbrand Binningen, die het daar niet bij lieten zitten. Zij verzamelden al hun moed en trokken samen ter strijde. Ze trokken de bossen in op zoek naar de laatste overgebleven Duitsers en de allerlaatste Duitse bunker. Nee, dat was geen bunker, dat was een soort hutje. Ja, maar het zat in die tijd in de bossen natuurlijk vol met Duitsers. Nee, die waren juist net weg. Daarom durven we natuurlijk die bossen in. We zijn natuurlijk niet gek. Nee, ja. Op zoek naar de Duitse bunker en om de laatste Duitsers te verdrijven. Nee. Goed. Gewapend met slechts een veldmes en een zelfgeslepen stok, trokken ze samen de bossen in op weg naar de bunker. Nee, ik had een pistool. Een Mauser. Dat is een Duits pistool. Ik kreeg van een Duitse officier die bij ons in huis woonde, in ruil voor wat onderduikadressen. Die bij jullie in huis woonde? Ja, mijn moeder was verliefd geworden op een Duitse officier. Terwijl mijn vader 3 maanden in strafkamp zat. Dat kon toen echt niet. Dat was, Maar hoe hebben jullie die bunker dan ingenomen? Ja, die bunker, die hebben wij als wijze van spreken geruild. Tegen een Joods meisje. Ja, en gelukkig is dit allemaal goed afgelopen en is de bunker uiteindelijk bevrijd. Applaus. Nou, goed afgelopen. Dan weet ik dat Joodse meisje ook zo overleeft. Frans Streekmater, namens de gemeente Apeldoorn zou ik je willen bedanken voor de bewezen diensten. Gefeliciteerd en zoals mijn vader vroeger altijd zei, vroeger had je nog nostalgie. En gewoon motor. We hadden bijvoorbeeld... Ik had als enige in de straat allebei goed te eten, überhaupt. Wij kregen allerlei dingen. Wat een truc was namelijk, als je hoefde maar 5 joden te vragen, dan kreeg je jam, boter, honing, kaas, allerlei lekkere dingen. Dankjewel, meneer Streekmater. Nogmaals applaus, bedankt. Nee, het is niet klaar. Dankjewel. Het was natuurlijk niet altijd makkelijk om met Frans te leven. Maar we zullen hem missen.